De Johan Cruijffschaal en PSV is al jaren een hele fijne combinatie te noemen. In totaal prijken er 13 supercups in de prijzenkast van PSV. En vooral in de periode rond de eeuwwisseling werd de ene na de andere Johan Cruijffschaal gepakt. Ronald Waterreus was er in die periode vaak bij. Sterker nog, de doelman is de meest succesvolle PSV'er als we kijken naar gewonnen supercups. Nu man. Niels. Nu man. Voorzet richting Eikelkamp. Kan die ineens? Ja, die kan ineens. Die zit erin en die zit er lekker in. Het is na 2 minuten in de tweede helft opnieuw de tegenstander van Ajax die scoort in de arena. De naam is René Eikelkamp. Corner PSV door Jonk. Opnieuw Wim Jonk. En daar is bij de tweede paal raak Mark de Zwijzer. PSV-publiek is erop uit dat de ploeg Ajax gaat vernederen. De voorzet is van Numan. Maar PSV komt er met 3 man niet aan toe om af te ronden. Zo gaat door. De boer Babangida. Voor Liedmanen met Cocu. Turpijn. Wel op de goede plek aanwezig. Nadat Liedmanen gewacht heeft op het goede moment in het duel met Cocu. Eikelkamp. Numan. Numan doorgekomen. Babangida kan hem niet stoppen. De Grijze scoort. 0-3. Troostende woorden voor Babangida, maar die doen er niets aan af dat in de tweede helft PSV laat zien dat het verschil op het moment tussen de landskampioen en de bekerwinnaar ruim is. Ik weet wel dat ik zelfs jaren later nog wel eens ooit gedacht heb, dat is wel een van de wedstrijden waarin een elftal waarin ik speelde, het beste speelde waar ik ooit mee gespeeld heb. Wij speelden hun toen echt helemaal zoek. En werden dat jaar uiteindelijk ook kampioen. Ja, dat was een elftal speel, een tuurtje. Hè. Arthur Numan nog in, Jaap Stam, Willem Jonk, Philip. Ja, heb ik de naam Luc Niels nog niet eens genoemd. Dat was echt, ja, dat was echt een heel goed elftal. Als je dan in dit geval, hè, die wedstrijd waar we nu over hebben tegen Ajax, wat het jaar daarvoor kampioen was geworden, hè, wat de Champions League een jaar eerder had gewonnen. Hè. Het jaar daarvoor hadden ze dan die Champions League finale volgens mij tegen Juventus verloren. Ja, als je dan het seizoen tegen hun begint en meteen zo'n tik uitdeelt. En dan weet ik wel, als je aan de verliezende kant in de finale van de Cruijffschaal staat, dan is het vaak, ja, het is niet zo belangrijk, het is een oefenwedstrijd, we zijn nog in de voorbereiding. Het zijn allemaal leuke teksten, maar als je hem gewonnen hebt, heb je toch gewonnen en je neemt hem mee. En dan 20 jaar na dato mag je nog een keer een interviewtje doen. Ja, toch leuk. Ja, dat was de eerste Johan Cruijffschaal die Ronald Waterreus als speler pakte. Een jaar later was het weer raak. De schaal was voor PSV, maar Waterreus zelf aanschouwde die winst vanaf de bank. Zo is het spel op topniveau.
Het liefst één keer raken. Jong. Beetje hard ingespeeld, die bal. Brugging legt opzij. Ja, die zit. Cocu. Ja, Dick. Rustig achterover. 1-0. Philip Cocu. Prettige knal, binnenkant paal. Dan gaan we hem nog een keer zien. Grunholz. En dan Peters. Van Hout. Ja, die gaat. Oh, daar ging die hand op langs. Ja. Ja. En dan is het zover. Wat ik toch al eigenlijk een hele tijd aan het beweren ben. De kans blijft bestaan. Voor Roda. En dan is het er ineens. Even kwam hij los, die Van Hout. Zende krijgt een tikje van de leur. Zende, goede voorzet. In de allerlaatste minuut laat Roda zich zomaar de Johan Cruijffschaal afpakken. Ja, nu zit scheidsrechter de Jol wel op zijn horloge te kijken. Dus dat gaat niet erg lang meer duren. PSV er nog een maken. Ja, dat kan ook zo. Dan, ja, hier de ramen, de beelden. Ja, nou is het helemaal. Nou. Ja, Roda keek ernaar en dacht van laat maar zitten. We hebben het nou toch al verloren. Tussen 1998 en 2003 stond de doelman nog vier keer met de schaal in zijn handen. En pakte daarmee niet alleen de prijzen, maar ook het record. Daar zit onder andere Gilles de Bilde. Kennelijk vond Robson de combinatie van Nistelrooy de Bilde onvoldoende in Maribor. Hij speelt dus nu Brugging. Daar is de demarrage van Nistelrooy. Met Hoekstra weer in een defensieve rol. Hier komt de Drent goed uit. Blind. Blok van Kochlov. Vastgezet door Dani. Toch weer Kochlov. Mooie actie. En dit moet dan de goal worden en het is hem. Dimitri Kochlov brengt PSV aan de leiding. En gelet op het aantal kansen is dat niet eens onverdiend. 32e minuut. Ajax valt aan. PSV countert. Komt steeds beter in de wedstrijd. En dat Kochlov kan voetballen, dat weten we al heel lang. Maar dit is een hele mooie actie van de Rus. In de lange hoek is Van der Sar kansloos. 0-1. Voortreffelijke goal. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy, mooie actie. Kolka. En 2-0. Brugging. De hele verdediging van Ajax uit elkaar gespeeld. Arnold Brugging scoort. Somber blik, uiteraard bij hem. En bij zijn tweede man, Van Nistelrooy, met een prachtige actie, scheurde de verdediging van Ajax uiteen. Kolka doet ook een duit in het zakje. En daar staat Brugging helemaal vrij. Rudy. Waterreus met één hand, Hoekstra. Van achter aangetikt, penalty. De overtreding is van Ivan. Daar kan geen discussie over bestaan. En het kan misschien nog een aardig slot aan deze wedstrijd breien. Hierin. En
dat is absoluut een strafschop. Daar kan geen discussie over bestaan. Maar misschien dat we nog wat peper en zout in de laatste 7 minuten krijgen. Witsche vanaf 11 meter. Dat werd in die generatie natuurlijk wel een ding. Hè? Ik heb volgens mij mijn allerlaatste Ajax-PSV niet gewonnen. Ja, weet je, dan krijg je, kijk, wij zijn in die generatie, daar werden wij ook wel een paar keer kampioen achter elkaar. Ja, wij gingen daar ook eigenlijk naartoe, dat we onder elkaar in de bus wel eens zaten te lachen. Zo, ja, we zullen dat toch ook wel een keer verliezen, maar ja, dat gebeurde het weer niet. Het is zelfs zo ver gekomen dat Van Bommel ooit tegen een suppoos daar zei, die zei van ja, maar jullie moeten wel een keer verliezen hier. En Van Bommel zei, ja, we doen ons best, maar het lukt niet. Ja, weet je, dat die houden, kijk, wat wij hier in het zuiden, Ajax ooit wel eens verweten, dat is een beetje arrogant. Als wij die kant op gingen in die generatie, waren wij dat wel, hoor. Wij vonden onszelf ook wel erg goed toen, hoor. Wij vinden dat dan leuk en dan praat je daar, en nu zeker in de herinnering om er zo over te praten. Maar dat was natuurlijk een concurrentiestrijd die je nodig hebt. Kijk, dat is ook in mijn huidige job als om af en toe iets van voetbal te vinden op tv of in de krant. Kijk, clubs als Ajax, PSV en Feyenoord hebben elkaar keihard nodig. Alleen supporters dreigen dat vaak te vergeten, omdat ze dat bij hen vaak nog veel dieper zit. Kijk, als speler weet je gewoon, hoewel het soms niet leuk is om er van te verliezen, ja, het hoort erbij en je hebt het nodig, anders word je zelf niet beter. En ik refereer maar weer aan die eerste Cruijffschaal die we wonnen. Dat Ajax, dat was schier onklopbaar voor ons, maar ja, toen dus niet meer. Fred Rutte heb ik alleen als assistent van Guus meegemaakt voor, bijvoorbeeld, maar die zei ook al eens ooit van, weet je, je kunt ooit in de eerste wedstrijd van de competitie al kampioen worden. En dat lijkt heel raar, maar er kunnen ooit momenten zijn dat je gewoon een wedstrijd die niet loopt, wint, waardoor er een zekere schoen in zo'n elftal komt, of een geloof van dat het kan. Dus ja, weet je, je moet het niet allemaal proberen alleen maar te zien, ja, dat is een wedstrijd en als het dan een keer niet lukt, dan doen we het wel volgende week. Ja, zo gaat het niet werken. Ik weet je, als je één keer bezig bent en het draait en het loopt, en dan ontstaat er ook wel iets. En inderdaad, de generaties, met name de laatste generatie waarin ik hier gespeeld heb, die waren eigenlijk zo goed in Nederland, dat we dat bij wijze van spreken wel een beetje konden sturen. Maar geloof me maar dat daar ook keihard voor gewerkt werd. Hè? Er wordt wel eens gezegd over deze club in zijn algemeenheid, want het is altijd gezellig. Nou, geloof maar, met de namen die ik net noemde, dat als je 2 keer gelijk gespeeld had, dat heb ik nog niet over verliezen. Dat niet gezellig was op de hertgang. En dat hoort het ook niet te zijn ook. Hofland, Brugging, goed vrijgelopen, Brugging. Kesman achterin, daar is Kesman en daar is het 1-0. Simpel uitgespeeld, trefzeker, Mattea Kesman. Het seizoen is begonnen met de eerste goal van de topscorer uit de Eredivisie van vorig jaar. Opgezet door Hofland, goed bewogen door Brugging, fout gedekt door Grujic. En het contact tussen Kesman en Brugging was er altijd al en is er nog steeds. Van Bommel, Brugging goed bewogen, uit de rug van Grujic weer gekomen, Brugging, 2-0. Uitstekende goal van Arnold Brugging. En PSV maakt duidelijk wie de baas is. Nooit buitenspel. Uit de rug van Grujic gestart Arnold Brugging. Even kijken naar Kesman, maar de hoek was nog groot genoeg. En hij rond het heel zuiver af. Van Bommel zet het op. En Brugging rond het af. Vogel, Bauma, Nikiforov. Kan het doelen. Lukt de bal van de schoen van Nikiforov. De Witte met Boef. De Witte langs Waterreus, maar bijna op de achterlijn. Nog een keer langs Waterreus. En 2-1. Dat doet hij knap, Chris De Witte. Die Waterreus al bijna van een meter of 60 te pakken had. En nu in een oog-in-oog duel hem echt heeft. 2-1. Buigen wacht niet op de vervanging. Hoekschop De Jong. Schitterend binnengeschoten. Dennis Rommedal.
zondagschot. Vol op de greef. Steeds verder van Bosker afdraaien. 3-1 PSV. Hoekschop valt daar in de ruimte. Niet nadenken. Rammen stijf in de kruising. En 3-1. Van de Doelen, Ten Hag. Van de Doelen terug. Van de Doelen tegenover Waterreus. En hij scoort dan tegen zijn oude club. Gaat als een haas die bal halen. Omdat hij er nog wel in gelooft. En waarom niet? Er staat nog een minuut op de klok zo'n beetje. En er zijn wat blessurebehandelingen geweest. Het leek helemaal op slot te zitten. Goede combinatie door het hart van de verdediging. Zeer bekeken, afgerond door Björn van der Doelen. In editie nummer 8 van de Johan Cruijffschaal neemt PSV het in de Amsterdam Arena op tegen bekerwinnaar FC Utrecht. PSV natuurlijk de favoriet in dit duel. En die favoriete rol maakt het al vroeg in de wedstrijd waar. Dit is Arjen Robben. Hele fijne actie. Doeltreffend afgerond door Robben. Doelman Ponk gepasseerd, maar de actie die eraan vooraf gaat mag er wezen. Ongrijpbaar, Arjen Robben krijgt de bal hier aangespeeld van Kasper Beugeloet. De bal door de benen van Zwaanswijk. En uiteindelijk met deze subtiele voetbeweging het puntertje ook weer door de benen van Ponk. PSV leidt na 14 minuten voetballen. Een minuut of 7 na die treffer van Robben, de vrije trap van FC Utrecht. Die bal die belandt prompt voor de voeten van Hans van der Haar. Ja, en die moet je zo'n kans niet geven en dan staat het weer gelijk. Van Bommel baalt, PSV baalt, want Utrecht komt langs zij. Geen kans voor Ronald Waterreus, de vrije trap van Pascal Bosgaard. En waar gaat het dan mis? Ja, de bal via Donny de Groot voor de voeten van der Haar. En dan staat het gelijk. Na rust is het hier Mark van Bommel. En weer door de benen van Ponk een treffer voor PSV. We zijn 2 minuten bezig in die tweede helft. En Mark van Bommel duikt daar op voor Ponk. En passeert de Utrecht doelman voor een tweede keer deze avond. De Jong ingevallen met de voorzet. Bosgaard werkt weg. Robben met wat fortuin. Arjen Robben. Robben nog altijd. Arjen Robben. Het schotje is niet echt heel hard. Belandt uiteindelijk op de paal. En dus nog altijd geen beslissing in deze wedstrijd. Want nog altijd maar 2-1. En Utrecht leeft nog. Van Bommel. Ook hij treft de paal. Vanaf eenzelfde positie van waar hij de 2-1 maakte. Ditmaal geen treffer voor PSV's aanvoerder. En dus blijft het uitkijken geblazen. Want hier komt FC Utrecht. En een hele grote kans is dit voor Van der Haar. Joost Broersen met de voorbereiding. Van der Haar met de kans. Maar Waterreus komt met de schrik vrij. 5 minuten voor tijd is dit Mattea Kersman. En die beslist de wedstrijd. Wat een prachtig doelpunt van de spits van PSV. Met zijn mindere linker, dat zou je niet zeggen als je kijkt naar deze ontzettende pegel. Maar met die linker vindt hij de bovenhoek. Ponk voor een derde maal gepasseerd. PSV verslaat FC Utrecht met 3-1. Wint de Johan Cruijffschaal. En deze treffer van Mattea Kersman is een prachtig slotstuk op een hele mooie wedstrijd. PSV wint de Johan Cruijffschaal. Er wordt vaak een beetje, wat ik zeg, een beetje laatdunkend over die wedstrijd gedaan. Maar zo gauw die voorbereiding op die wedstrijd loopt, is er maar één ding. Die wedstrijd wil je winnen, het is een prijs. Guus Hiddink zei altijd, je moet inhalig zijn, je moet alles willen hebben. Ja, dat klopt. Je moet alles willen hebben. Niks weggeven. Alles moet voor jou zijn. Want het is al over voordat je het weet. En dan, dan is dat wat je gewonnen hebt. Kijk, in zekere zin is zo'n hele periode één lange mooie herinnering waar natuurlijk ook een hele hoop dieptepunten in hebben gezeten. Maar in großen ganzen is het natuurlijk één mooie, prachtige herinnering. En had het natuurlijk voor geen goud van de wereld willen missen. Natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, denk als je vandaag de dag tegen iemand zou zeggen van jouw generatie of nog kleiner of jonger hier 10 jaar mag spelen. Ja, dan
denk dat de meesten wel ergens een krabbeltje zitten, toch? Als je het er zo over hebt, denk je wel ooit aan terug en dan ga je al die namen nog eens terughalen. Ja, dan kom je wel, kom je wel wat mensen tegen, ja. Ik denk wel dat ik mag zeggen in die jaren dat ik hier gespeeld heb, dat ik daar heel veel geluk mee gehad heb. Maar jij begon ook net over trainers. Ik heb hier ook al heel veel geluk met trainers gehad. Echt goede trainers gehad. Met de Mos begonnen en toen kwam Kees Rijvers. Moet je nagaan. Even dan, interim. Advocaat. Robson. Gerrits. Guus. Ja. Zeg het maar. En de assistenten als Rutte en Erwin Koeman en Willy van der Kuilen. Ja, weet je, wat ik zeg, als je er allemaal op terugkijkt, dan ben je wel gezegend, hoor. Ja, daar ben je wel gezegend. Dat moet ik al eerlijk bekennen. Daar zit echt goed volk tussen. En tot zover Ronald Waterreus, PSV's Mr. Johan Cruijffschaal. Ontzettend bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer. Doei!